Dilemma's. Het zijn altijd moeilijke keuzes, want je moet kiezen tussen twee slechte dingen. Wat je ook kiest, je komt er altijd negatief uit. Vandaag ga ik een paar van die dilemma's bespreken met jullie en zien wat ik zou kiezen in de volgende situaties. Let's go! Oké, de eerste. Would you rather always wear a top hat? Dus altijd een hoedje dragen. Of altijd een grote klokketting dragen? Dan zou ik al voor de hoed gaan. Een hoed, dat kan nog stijl hebben, you know. Dan zet jij gewoon die ene hoed guy, you know. Ik wil die ene hoed guy zijn, let's go. Als je moest sterven, zou je dan liever heel pijnlijk sterven, maar het gaat wel in de geschiedenisboeken? Of heel pijnloos sterven, maar iedereen zou je ervoor haten? Oh, dat is wel lastig. Ik wil helemaal geen pijn hebben als ik sterf. Like, dat is niet nice, pijn hebben, you know? Maar je gaat wel in de geschiedenisboeken. Kijk, ik zou niet eens in de geschiedenisboeken willen staan, maar het feit dat iedereen mij haat als ik voor pijnloos kies, dat is ook niet nice of zo. Maar aan de andere kant, ja, je bent toch dood, dus dat boeit niet dat iedereen je haat. Fuck dat. Kiezen voor die. Oké, veel mensen zouden toch in de geschiedenisboeken willen staan. Je bent toch dood. Je hebt echt niks aan die geschiedenisboeken. So, yeah. Zou je liever een groot hoofd hebben en een kleine nek? Of een grote nek en een klein hoofd? Het is beide echt scheid. Like, groot hoofd, dan heb je echt gewoon zotte bol op zo'n klein dingetje. Like, hoe kan dat zelfs dragen? Ja, en anders is het omgekeerd. Dan heb je echt zo'n zieke nek met zo'n klein kopje op. Het is beide heel scheid. Ik denk dat dit echt gewoon problemen gaat zorgen voor je nek. Dat je echt gewoon je hoofd niet deftig omhoog kunt krijgen. Like, hier is dat geen probleem, want je hebt toch een klein hoofd en een zotte nek. Dus ik denk dat ik voor medische redenen toch deze zou kiezen. Oké, weer hebben mensen voor het andere gekozen. Wow, yo. Ik ben vandaag enorm rebels tegen de rest. Wauw. Zou je liever aangevallen worden door een zombie of aangevallen worden door een shark, een haai? Ik zou voor de haai kiezen. Like, een zombie, dat wilt uw brein eten. Een haai wilt niet uw brein eten. Een haai denkt dat je een zeehond bent of zo en die wil dat eten. Waarom wil iedereen een zombie attack? Ben ik nu zo raar bezig of zo? Of is de rest raar? Ik vind dat de rest raar bezig is. Het feit dat zombies al op aarde zouden kunnen bestaan. Hebben jullie nooit The Walking Dead gekeken? Je wordt één keer gebeten door een zombie en je wordt zelf een zombie. Come on, man. Zou je liever zien hoe en wat de mensheid heeft gecreëerd? Of zien hoe of wat de mensheid zal eindigen? Ik zou sowieso het creëren kiezen. Het eindige weet ik al. Ook in klimaatveranderingen gaan ons toen oververhitten en we gaan allemaal dood. That's how we end. Dus sowieso created. Really? Mensen willen weten hoe het eindigt. Wat heeft dat voor zin? Like, je kunt er toch niks tegen doen, want het gaat zo eindigen. Dat is hetzelfde als je de kans zou hebben om te weten hoe dat je zou doodgaan, zou je dat dan willen zien? Ik zou dat oprecht niet willen zien. Wat dat je ook verder doet met je leven, je gaat toch zo doodgaan. Je kunt er niks tegen doen. Zou je liever 26 mijl lopen of 5 mijl zwemmen? Holy shit, dat is wel crazy. Hoeveel kilometer is dat? 26 mijl. 26 mijl. Oké, ik heb het even snel berekend uit mijn hoofd natuurlijk, want ik ben een ingenieur. Ik moet dat kunnen. 26 mijl is 41,6 kilometer. En 5 mijl is... 1 seconde. Even uitrekenen. Ik ben het echt niet aan het intypen in mijn telefoon. Zeker niet. Dat is 8 kilometer. Zou je liever 41,6 kilometer lopen of 8 kilometer zwemmen? Dat is heel moeilijk. Ik denk lopen. Ik haat echt zwemmen, man. 8 kilometer is ook echt tyfus weer. Doe maar lopen. Oh shit, het is echt 50-50. Heel close op elkaar. Volgende. Zou je liever geschiedenisleerkracht zijn of matleerkracht zijn? Ik zou voor de wiskundeleerkracht gaan. Ik heb daarnet ook mooi die kilometers berekend uit mijn hoofd. Dus ik zou perfect daarvoor zijn. Damn, mensen zouden liever geschiedenis dan fucking wiskunde. Bro, met geschiedenis kun je geen... Oké, ik kan me er boos over maken, maar dat heeft geen zin. Laten we volgende doen. Zou je liever alle talen vlot kunnen spreken in de wereld? Of het beste zijn in de door jou gekozen categorie in de wereld? Sowieso deze. Fuck die talen, man. I don't care about de taal.
Like, spreek gewoon Engels. Het merendeel van de wereld kan je verstaan. Hier kun je echt kiezen. En je mocht zelf kiezen welke categorie. Het zou heel moeilijk zijn, die keuze. Maar het zou wel sick zijn. Jij bent instantly de beste in de wereld die dat kan doen. Dat is toch zalig? Zou je liever leven in een penthouse in Los Angeles of in een townhouse in Londen? Penthouse klinkt wel nice. Een zotte villa aan de rand van de berg in Los Angeles, in LA, baby. Dat is echt een gek GTA-leven dat je opeens hebt. Maar een townhouse in Londen, oeh. Het ding is dat mij tegenhoudt. Like, ik zou nooit naar Amerika willen verhuizen. Ziekteverzekering is hier beter. De educatie is hier beter. Dus waarom zou je naar Amerika willen gaan? Aan de andere kant is wel een zotte villa aan de rand van een bergje, nou. Ja, laten we voor LA gaan, hè. Ik denk dat daar de meeste mogelijkheden zijn. Zou je liever 1 miljoen dollar per jaar krijgen in quarters? Quarters, dat is $25. Of zou je liever $100,000 per jaar krijgen in bills? Sowieso $100,000 in bills. Maar 1 miljoen in quarters, dat is fucked. Dat is ook gewoon altijd zotte levering, omdat dat zoveel weegt. Dat is gewoon een hele camion vol met quarters. Nee. Geef maar gewoon de briefjes, man. Oké, mensen gaan toch voor de miljoen. Like of dat je nu een miljoen krijgt of 100.000. Je krijgt toch 100.000 per jaar. Like, I mean, daarmee kun je echt easy leven. Zou je liever 2 weken niet meer kunnen douchen, maar elke dag schone kleren hebben? Of je kunt elke dag douchen, maar voor 2 weken niet van kleren kunnen veranderen. Oh man, 2 weken lang dezelfde kleren, dat is fucked hoor. Dat is echt fucked. Maar ja, 2 weken lang niet kunnen douchen. Is het dan alleen niet kunnen douchen in jouw douche of in elke douche? Maar je kunt wel nog buiten onder de tuinslang gaan staan, zo gezegd. Dat kan dan wel nog even. Of je mocht je gewoon helemaal niet meer schoonmaken. Als je helemaal niet meer mocht schoonmaken, zou ik misschien toch voor rechts kiezen. Maar het feit dat je er niet bij staat, dat je niet onder de tuinslang mocht staan, kies ik toch voor deze. Zou je liever gekleed zijn als mensen honderden jaren geleden? Of gekleed zijn als iemand van in de toekomst? Ik ben wel heel benieuwd hoe dat de mensen van de toekomst gekleed zouden zijn. Dus puur omdat ik zo benieuwd ben naar de toekomstige kleren, zou ik voor de toekomst kiezen. En het verleden, ja, dan moest je geen sandalen rondlopen en zo. Dat is ook niet zo nice. En als laatste, zou je liever skydiven of bungee jumpen? Dat is natuurlijk een hele gemakkelijke. We gaan natuurlijk voor skydiven, baby. Ik ben trouwens gaan skydiven een paar weken geleden. Check dat zeker hier in dat i'tje. Dat is zeker een aanrader. Het was zo'n leuke ervaring. Je moet dat zeker ook eens doen. Maar dames en heren, ik wil jullie van harte bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond je het een beetje tof. Mag je altijd een like geven. Subscribe ook even, you know. Dan krijg je al mijn mooie video's bij de subfeed, you know. Dat wil je toch. Ik zie jullie de volgende keer weer. Later.